Dames en heren, zijn jullie klaar voor LOL Disneycraft aflevering 20? En daar hoort nog iets bij, dat ga ik dadelijk vertellen. Maar we zitten aan LOL Disneycraft 20, de grote vergelijking komt hier en nu. Eerst H5, dan F1. Jullie zien toch nog dat daar een dingetje voor staat, een fotootje voor staat. Maar ja, dat is logisch, want ik wil het nog even geheim houden. Wij gaan even lopen. We staan nu in de Disney Plaza. We zijn vorige keer verschijnen. Vorige keer zijn we het avonturenland. Hoe heet dat daar? Avonturierland hebben we vorige keer gedaan. We kunnen vandaag kiezen uit het Wilde Westen, Arabië en Atlantis. Ik denk dat we naar Atlantis gaan. Maar dames en heren, dit is niet zomaar een video. Nee. Dit is ook de officiële 200ste video. En dames en heren, bij die 200ste video hoort natuurlijk iets nieuws. Ik heb het al gezegd in de comments, maar ik heb een nieuwe intro. Ik ga met trots nu aan jullie laten zien. Geniet van die gloednieuwe, spectaculaire, compleet vernieuwde intro. En ja, hij is langs elke kant veranderd. Wij gaan nu dadelijk de grote vergelijking doen. Op het gebied van spelers en coins. Achievements niet. Ondertussen zijn er achievement problemen. Dat zijn er 209, maar dat klopt niet. Jullie zien dat ik een piratenskin heb. Dat komt omdat het piratenweekend bij mij nog moet komen. Het is nu vrijdagavond. En als jullie deze video zien, is het piratenweekend dus al geweest. En is het piratengebied open. Maar we kunnen dus naar Atlantica en Donovan. Ik denk dat we gewoon deze kant nog op moeten dan. En als we dan dadelijk bij Atlantica zijn, gaan wij die grote vergelijking doen. Dit is echt iets waar ik naar uit heb gekeken. Aangezien het echt wel redelijk is. Het is niet om te zeggen van... Excuseer, maar ik had een beetje verkouden zoals bij je rollercoaster. Maar dat valt van gisteren, maar dat is ook denk ik de verkeerde kant. Maar we lopen wel even een beetje vliegen. En hier komt de attractie langs, dat klopt, dat zie ik nu. Komen wij van hier? Ja, hier moeten we zijn. Leuk, wie zou dat ding eigenlijk voor mij kunnen openen? Dan kan ik daar eens even Jasper vragen. Gaan wij eens een rondje Atlantica doen? Ja, Jasper gaan we daar eens voor roepen. Jasper. Maar de vergelijking gaan wij dus dadelijk doen. Na het rondje Atlantica. Ja, tot zo lang blijft er staan. Dan blijft er een ding staan op mijn op alles. Als Jasper even reageert. Jasper, reageer. Ik heb een andere vragen. Wie kan me vragen? Joelle terug dan. Want Joelle, die heeft het ook al. Joelle heeft het al gedaan op de Disney Tour. Die heeft het inderdaad. Ja, leuk. En hiervoor dit de Atlantica open en zo doen we dat beetje leuk. Maar dames en heren, dit is de week van mijn verjaardag. Ik kan niet wachten tot ik donderdag jarig ben, vrijdag een feestje heb voor mijn familie, zaterdag ga ik naar een optocht kijken en zondag doe ik mee. Zondag komt gewoon een rollercoaster online, no problem. Die plan ik op tijd in. We wachten even altijd op Joelle. Op Joelle. Joelle. Joelle, jullie diva. Waarom komt ze nou niet? Kan je dat even doen? Joelle, kom. Hey. Joelle, kom naar Atlantica. En daar is de lama. De lama van vorige aflevering is terug. Kom mee naar Atlantica, Brit. Waar ben je aan het gaan, Brit? Oh. Ja, dat is niet echt privé meer. Maar Brit is er dus. Boeklut. Karretjes. Karretjes. Wow, wat zijn hier in één keer fucking veel mensen. Holy shit, oké, we gaan hem even voorrang nemen. Red.
even. Hey, laat me zitten. Nou. Ah, oké, ik zit bij Mr. Gavin. Sorry. Sorry. Ik zit dus met Mr. Gavin. Jammer dit. Wacht. Ik ging nog gewoon heel eventjes. Want ja, ik zit achteraan, maar goed, niet te sporen. Atlantica. Papa. Nou, Brit! Oké, het is nou te wachten. Brit is dus even... Ja, Brit is ook een koudje gegaan. Als die lekker veel uitgaan, dan kan ik ook in Atlantica. AUB. Oké, we gaan proberen daar vooraan in dat ding ga uit me. Nee, dat haalt ze dit idee. Let maar op, die gaan daarin. Ja, ik ben alleen. Oké, nu gaan we proberen. Ja. Rietelje. Het beneden. Oké, we krijgen een kaartje van nieuw halen. We wachten op Jeffrey. Op Jeffrey, is hij er al? Ja, biefster. Oké, dan ga ik er dadelijk. Nou, dit vind ik niet leuk. Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik gewoon niet leuk. Jongens, we gaan lekker knippen. Zo, dames en heren, we moesten even wachten. Maar, Joelle drukt op het zuiknopje, bedankt. En samen zit ik met Jeffrey in de Atlantica. En ja, het is wel leuk dat we, dat ik eens met een crewlid, zeg maar, in een attractie ga. Dat gebeurt niet vaak, maar Jeffrey, zeg maar zo, ja, Leroy-achtig. Maar ja, nee, Leroy-achtig moet ik het dan zeggen. Ja, Leroy-achtig. Leroy kan ook af en toe met jou in attracties ofzo. Ik weet niet of de lampen kapot zijn ofzo. Ik weet niet. Maar Atlantica heb ik dus al een hele tijd niet meer gedaan. En volgens mij is dat hier een foute skin. Bluetooth Lounge. Ik weet niet of dat deze skin is. Nee, ik weet het niet. Beter doe ik heb ja F1. Die foto blijft gewoon staan. Of misschien nee, ik haal hem eens wel weg. Ik zal wel weg zijn. Oké. Okay. We gaan dus eventjes genieten van dit mooie attractietje, wat ook pas echt van een 2.0 open is. En 1.0 was er natuurlijk al sprake van deze attractie, maar nog niet open. Hij was nog niet open. En dadelijk gaan we dus, als we hieruit komen, de bekendheid maken van hoeveel coins ik had en hoeveel spelers er waren op 17 oktober, het einde van de aflevering van LOL, Disneygraf 1. We zijn dus vandaag in 20 en vanaf nu gaan we het doen bij aflevering 20, de volgende is 30, 40, bij altijd met de tientallen gaan wij die vergelijking maken. En ja, dat wordt, ja, dat is gewoon even, is dat water wat er af is? Oh, dat is echt wel leuk, man. Ik bedoel, ja, ik vind dit echt een van de leukste, het is een heel mooie attractie, ook een boomstammetjes attractie. En een Disneycraft hebben we maar twee boomstammetjes en het is Rivercraft en Atlantica. Waterattracties zijn er wel meer, de haakondergang is het water. Dark Ride. Dit is zeg maar een waterattractie Dark Ride gemengd. Dus niet zoals de mobiel aan het Indiana River, want de Indiana River is volledig binnen. Dit is binnen, buiten, binnen, buiten. Want kijk, we gaan nu dadelijk een toetakeling maken. Gaan we buiten op het grote plein komen we dan uit. Ik vind dit wel echt een heel erg leuk attractietje. Dat niet zeker, dat zeker wel. Heel erg leuk attractie. Heel erg mooi gemaakt. Heel erg leuk. Met die fonteinen daarvoor als we daar het plein op komen. We gaan het zien. Ik vind de water vind ik ook wel zo speciaal. Hier staan de dingen van de ziel. Oh, leuk. Ik moet even melden, Leroy. Als dat werkt. Ik weet het niet. Ik denk ook niet dat het aangesloten is ofzo. Maar we gaan dus nu over de flankse baanstukken heen. Daar is het zo. We komen nu buiten. En dan gaan we een grote splash maken. Ja. Butch. Dit is zo mooi aan deze attractie, die splash. Die splashes vind ik helemaal, die fonteintjes ook. Het is allemaal heel erg mooi en het is af en toe maar dat het komt. Het geeft geen lag, daar ben ik blij om. Want de fonteinen in de hub, die geven mij chunks heel traag. Die laten mijn chunks traag laden. Maar dan komt het omdat ik heb dus ook, kijk, dat water is gewoon super. Dat komt omdat ik dus een niet zo goede sterke PC heb. Ik heb een PC, ik heb een laptop.
ik heb gewoon in een koffer doen, maar ik wist dus ook niet dat ik daar dingen op ging spelen, spelletjes en bla bla bla. YouTube, daar was geen sprake van. Nu weet ik het wel, als ik een nieuwe PC koop, dat ik een fatsoenlijke PC koop met de juiste onderdelen, goede processor, videokaart en al die shit. Niet dat deze slecht is, maar de processor en de videokaart zijn iets te stom. De processor is i3, videokaart van buiten weet ik meer. En de Intel, ik weet het, nee, dus ik weet niet, de videokaart ben ik even vergeten. Maar die is niet zo goed, daar ben ik dingen van, want hij kan dus niet livestreamen met, kan niet opnemen met OBS. En ja, dat is dus, denk ik, weet niet eens door die videokaart komt. Ik ga heel even snel, oh, de chat is gekleerd, zie ik. De chat is gekleerd, wie gaat weg? Oh, wie dacht niet zo wegging. Oké, we gaan verder in Atlantica, dus zo weer een fotootje, maar maakt niet uit. Moet je heel even. La 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 la. Ik hou het nog even verborgen. Ja, ik wil het gewoon verborgen houden. Want ja, dat is het. Ik wil het gewoon verborgen houden. Dat is het. Verborgen eventjes. We zijn bijna uit Atlantica, jongens. We zijn er bijna uit. Ik denk dat we nu dit helling hebben. En dan gaan we weer naar onder. En dan zijn we aan het einde. Goed, zo goed mogelijk aan het einde, denk ik. Even kijken, hè. Ja. Yeah. We gaan een beetje omhoog. Ja, een beetje omhoog. En dan maken we de laatste splash in deze geweldige boomsama attractie. En daar hebben we dan natuurlijk hier voor ons een stukje van de Plato grotten. Daar gaan we. Jawel. Dat is allemaal van de Plato grotten en die achievement heb ik ook gehaald. En morgen is het een piratenweekend. Het start morgen op 28 februari en het eindigt op 1 maart. Naast 2 maart, ik ben 5 maart jarig. Dat is net omdat er geen video online komt. Dat is jammer. Dit is gewoon, dat vind ik wel jammer dat het, ja, dat er een video aan komt op die dag. Normaal was het No Limits op die dag, maar dat is dus verplaatst naar de vrijdag, een dagje later. Maar, maakt niet uit, we zijn aan het einde gekomen van Atlantica Adventure, zo heet die officieel. Die in de meeste mensen, de warm is Atlantica, maar officieel heet deze dus Atlantica Adventure. En, ik ben blij dat Jeffrey met mij is mee willen gaan, daar ben ik heel blij om. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Ik bedankt dat je mee bent gegaan. Dat vind ik echt, dat vind ik gewoon heel leuk. Dat vind ik gewoon leuk dat een crewlid is met een bezoeker meegaat in attracties. Dat vind ik, voilà, de kastjes gaan mezelf weg. Dat is volgens mij een type. Achievement heb ik al. Daar wacht ik op de reactie. We wachten inderdaad op de reactie. Geen probleem, dat is hartstikke leuk. Dames en heren, wij gaan er eens even dadelijk een einde aan maken. Maar, voordat wij dat doen, gaan wij dus de bekendheid maken over de spelers. Ja, dat ja. En Pluto's weg. Oh, Pluto's weg, ik zie het toch niet. De bekendheid maken dus van die dingen. Ik zit bijna aan een groot aantal coins. En als we het vergelijken met vorige, ik schrok me rot. Als ik kijk naar wat ik in de aflevering 1 dat wat ik nu heb. Dat is een heel groot verschil. Ik heb niet uitgerekend. Ik heb geen rekenmachine. Wacht jongens. Ik ga even een rekenmachine halen. En ik heb een rekenmachine lag gewoon op mijn bureau. Niet gezien. Oké. Ik ga het dadelijk uitrekenen. Ik ga eerst even de huidige spelers ingeven. En dan ga ik dat even aftrekken van de spelers van toen. Dan kunnen we een verschil maken. Ik heb het hier staan. De unieke players van vroeger. Dat stond op het einde van aflevering 1 op 21.523 unieke spelers. In de tussentijd van 17 oktober tot en met vandaag. Vandaag is het 27 februari. Dat bedraagt het verschil. In die tussentijd zijn 3698 unieke mensen bijgekomen. De teller staat dus nu op 25.221. Dus dat is een verschil van 3698 unieke players. Mijn coins is een verschrikkelijk ding. Ik ga het nu uitrekenen. Die coins, jongens. Ah. In aflevering 1 van Disneycraft had ik 434 coins. Tussentijd zijn daar 9066 coins bijgekomen, waardoor ik nu mooi rondsta. Het voetje gaat nu weg op 9500. Nog 500 coins, ik heb 10.000 coins. Dat gaat lekker. Dan haal ik Max nog in, want die heeft
de 10.000 coins gekregen van de VIP. En ik niet. Ik zie dat het pad hier is afgesloten. Dus, ja. Maar zijn ze dus aan het werken. Kijk, hoe jongen is hier allemaal weggehaald. Oh ja, hier stond de dingen. Allemaal bergen van de Woody. Ah jongen, je bent wel een hele tijdje niet meer geweest. Maar, de bezoekers zijn heel wat gestegen. Voilà, 9.505. Nog 495 coins. En we hebben 10.000 coins. Ik ben benieuwd in welke aflevering dat wij dat dan gehaald hebben. Maar dit was hem, dames en heren. Aflevering 20. 200ste video van... Disneycraft, 200ste video niet van Disneycraft, maar 20ste aflevering van Disneycraft, 200ste video op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wie zie ik daar nog aankomen? Dat is Pluto. Ah, Pluto is nog terug. En Pluto, kom je eens even langs staan voor de video te beëindigen. Doe het even heel mooi. Mooi Nederlands. Ja, mooi Nederlands. Zeer even. Waar is hij nu? Waar is hij nu? Pluto. Waar ben je? Pluto. Waar ben je? Oh, daar is hij. Oké. Okay. Pluto is hier. En Pluto, jij kijkt de video waarschijnlijk. Bedankt voor het meedoen even. Ik ben van heel fijn dat je hebt geluisterd naar mij. Dat je met Nas in de attractie bent gegaan. En dat jij wat later bent gegaan. En ja. Ja, dames en heren, dit was aflevering 20 en de 200ste video op mijn kanaal. We gaan ook veel meer video's halen en veel meer afleveringen van Dolden Disneycraft. Ik zie jullie volgende week weer, maandag 9 maart, bij een nieuwe aflevering Dolden Disneycraft. Dan gaan we eens een kijkje nemen in het piratengebied en dan gaan we sowieso hard ondergaan. En de dive coaster eens een keertje doen. Dames en heren, tot volgende week, maandag bij aflevering 21 van Lol in Disneycraft.